Hey, Mr. Toens, Mr. Urrelpoeder, hoe gaat het met u? Stel je Wat is vragen. dit? Stel je Titel, vragen. kleur bekennen. Ja. Ik geef je de Wat wil ruimte je? om al je vragen te stellen die je maar kan. Al je combinaties. Ja? Ik geef je de ruimte. Wil je weten waar ik vandaan kom? Hoe ik begon met de kerk? Nee, jij zei tegen mij dat jij gaat naar de kerk genaamd de Rots in Amsterdam. En de Rots in Am en jij zei tegen mij, jij zegt er zijn vandaag de dag geen profeten of apostelen meer, toch? Heb ik dat gezegd? Dat heb ik nooit gezegd. Er zijn geen Jij? profeten of apostelen. Zijn er vandaag de dag profeten en apostelen? Weet ik niet. Het zou Jij kunnen. zegt. Het zou zomaar kunnen. Oh, dus je gelooft wel dat er profeten zijn en apostelen vandaag. Ik zeg, ik zou het niet weten, dus ik zeg het zou zomaar kunnen dat er een profeet. Ja, kijk, wat ik wilde weten is van apostel Oswald, toch? Ja, wat is er met hem? Is geen. Maakt hij fouten? Als apostel Oswald dingen opschrijft, Net als is dat Johannes, Holy Scripture? net als Johannes die fouten kan maken, of een Petrus, of een Judas. Dus, apostel Oswald, Dus iedereen, wacht even, je hoeft het elk, niet, je hoeft, wacht dan laat me even. je uit. Ja, maar Maar je hebt je. je vraag al gesteld, toch? Nee, want je gaat naar hele andere zaken. Ik vraag apostel Oswald, toch? Ja. Als hij bijvoorbeeld iets leert in de kerk, hij onderwijst iets. Is dat onfeilbaar? Moet je dat opvolgen? Moet jij dat opvolgen? Als jij mij vraagt van apostel Oswald, kan hij fouten maken? Is hij onfeilbaar? Nee, alleen God is onfeilbaar. Mensen kunnen fouten maken. Oké, kunnen er fouten staan in de brieven van Paulus? Oh my goodness. Kijk, er kunnen overal fouten staan. In Genesis, in Exodus, in Numeri, in Deuteronomium, in Matthäus, in Johannes kunnen er fouten staan. Serieus? Ja. Oh, dat is wel. Opgeschreven door mensen. Nee, maar kijk, ik heb het niet over vertaalfouten of verkeerde vertalingsfouten. Ik heb het niet daarover. Ik heb het over wanneer Paulus een brief schreef, kon het zijn dat hij fouten heeft gemaakt in het schrijven, tijdens het schrijven van die brief. Dat zeg ik, volgens alle En wat bedoel je met fouten? Dus dat hij een revelation heeft gehad? Dat hij een foute leer onderwijst. Net als Dat hij apostel een Paul. foute Net leer als onder. apostel. Ja, bijvoorbeeld. Kijk, jij zegt. Ja? Die tongentaal. Wat ze doen, die niemand verstaat in de kerken. Dat is een valse leer. Dat komt regelrecht uit de hel. Dat is wat jij. Tenminste, dat zei jij heel vaak. Toch? Dus vals, ja, klopt. Ja, dus dat is een valse leer vanuit die. Dat wat Ricky doet, hij vindt hij spreekt in tongen, maar hij snapt er geen bal van. Dat is een valse leer. Ja, dus met die helderheid Ja. kan je zeggen dat apostel Oswald ook valse leer heeft. Er kunnen in de kerken waar ik naartoe ga, inderdaad mensen zijn die valse leer geven. Ja, klopt. Dat kan. Dus dan is apostel Oswald een valse leraar. Dat zou ik niet zo beschrijven, want het kan zomaar zijn dat hij iets leert waar hij niet van, weet je, hij is er ontwetend van. Ik heb het ook, ik Maar heb dit zeg maar ook hij is toch een opgegeven, apostel? wacht even,
ik heb het doorgegeven aan mensen die zeg maar bijvoorbeeld ook niet in tongen konden spreken. Weet je, ik ging ze ook stimuleren van hey, spreek in tongen. Weet je toch? Bewijs dat je Gods geest hebt. Ik stond daar ja, achter, kan je zeggen. Maar dan kom je op een gegeven moment erachter dat het helemaal geen spreken in tongen is. Maar dat het ja, toch een soort Kundalini-link heeft. Ja, waar ik dan toch uiteindelijk afstand van heb genomen. Maar dat is omdat ik. Die informatie kwam naar me toe. Of nou ja, ik ben het. Ja, het kwam naar me toe en ik had zoiets van: hé, ik ga dit onderzoeken. Dus na het onderzoeken kwam ik erachter van: hé, dan moet ik dit wegdoen. Maar in die periode dat ik er heilig van overtuigd was dat ik in tongen kon spreken, ja, deed ik dat ook gewoon met volle borst. En zou je dan zeggen van mij, ja, ik ben een valse leraar op het moment dat ik iets geef waarvan ik me echt niet van bewust ben? Nou, het is lastig. Ik zou zeggen nee. Ik zou zeggen nee. Maar kijk, als iemand een valse leer verkondigt, Ja. dat betekent, dat kan, hè, dat kan. Een christen kan, weet je, valse doctrines verkondigen. Ja. Maar die persoon is dan toch geen apostel? Ik bedoel, apostel, dat is een autoritaire positie. Je kan niet zeggen dat een apostel valse leer verkondigt en die persoon wordt aangesproken en die blijft het doorverkondigen. Ja, maar wie weet dat hij, ik weet niet of hem dat is verteld. Weet je, over dat tongen, weet je, dat hij dan moet gaan onderzoeken of het geen Kundalini-achtergrond heeft. Ik weet niet of hem dat is verteld. Ik heb hem persoonlijk niet gesproken over dit onderwerp. Maar mocht het zijn dat ik er wel, dat ik de gelegenheid krijg, want hij heeft hartstikke druk. Als ik hem wil spreken, dan zou het waarschijnlijk via zijn assistent moeten of zo. Kijken of er een plekje is. Ja, dan zal ik hem wel vragen van hey, hoe denkt u hierover? Maar waarom zeg je dan, waarom keur je Ricky af als apostel dan? Want bij Ricky Nou, goede vraag. ben je heel direct. Kijk, Ricky doet ook die tongentaal. En Waarom ik. Ricky. Kijk. Maar bij Ricky ben je gelijk, ja, je bent geen apostel, je bent vals. Klopt. En bij Oswald, ja, dan lijkt het alsof je favoritisme doet. Nee, ik ga je uitleggen. Goeie vraag wat je daar stelt. En ik ga het helemaal kant-en-klaar uitleggen. Bij een apostel Oswald, zo hij zich noemt, is het een hele ander geval. Want als je kijkt naar de vrucht van de geest en bent zich aan de vrucht herken je de boom. Ik geloof wel degelijk dat apostel Hart een man Gods is. En dat hij dus ja, zijn best doet om ja, de Heere te eren. Ik geloof wel dat hij zijn best doet. En dat zie ik door ja, zijn gedrag, hoe hij zich opstelt naar de mensen. Zijn openheid, zijn gastvrijheid, zijn vriendelijkheid. Dus de dingen die dan zeg maar ook staan beschreven in 1 Korinthe 13 en in Galaten 5 vers 22, de vrucht van de geest. Zie ik wel degelijk die eigenschappen naar voren komen. Weet je, hij kwetst. Hij wil, in zoverre, ik heb hem wel mensen zien kwetsen. Hij heeft mij persoonlijk ook gekwetst. Maar als je het hebt over. Weet je, globaal gezien, hoe hij zich over het algemeen opstelt naar mensen toe, kon ik wel degelijk leren van hem. En geloof ik dat via dat God via hem, op die manier werkte naar zijn gemeente toe, zodat wij van hem konden leren hoe je je moet opstellen. Nu halen we Ricky naar voren en dan zie je gewoon dat dit een losgeslagen beest is hier op Clubhouse, die geen manieren heeft,
die hartstikke onvriendelijk is, die liederlijke taal gebruikt, zoals MPP tegen Elka. Die, kijk, een foutje kan. Ik maak ook wel eens fouten, maar aan de lopende band zie jij hoe hij zich continu profileert naar de mensen. Hij is heel erg haatdragend. Hij vindt het fijn dat men zich neerbuigt. Praat heel erg hoogmoedig over zichzelf. Hey, ik heb een hele waslijst voor die man. Oké, dus eigenlijk zeg jij... Daarom ben ik heel snel als het gaat om Ricky. Ricky, een apostel. Nou ja, je mag dat roepen. Maar, kijk Jones, gewoon... Oké, je mag Ricky niet zo gedrag, et cetera. Oké, dat snap ik. Maar... Nee, ik heb niet gezegd dat ik hem niet mag, hè. Ik heb niet gezegd dat ik hem niet mag. Heb ik niet gezegd. Nee, ik zeg zijn gedrag. Oh, zijn gedrag, ja. Het is verschrikkelijk beestelijk, ja. Klopt. Ik durf dat te zeggen. Maar... Ook al is het in de room, ik zeg het ook hier. Is het dus omdat de heer Oswald dus heel charismatisch opstelt, dan is hij, dat maakt hem een apostel. Nee, net als Benny Hinn, net als Joel Osteen. Dan, nee. Dan voor jou, in jouw ogen, dan ben je een apostel. Dus dat een aardige, lieve oude man is, dan zeg je, nou, dat is wel een apostel. Nee, absoluut niet, dat zeg ik niet. Maar om te beginnen, als je gaat kijken wat nodig is voor iemand die zo'n ambt betreedt, die moet zich houden aan een aantal dingen. Weet je, en als je bij de vrucht van de geest al bijna op alle facetten gewoon echt drastisch faalt, ja, dan wat moet ik met zoiets doen? Je bent niet betrouwbaar. Je verspreidt mensen hun... Maar hij faalt toch ook? Hij laat toch vrouwen onderwijzen in zijn kerk? Hij laat toch mensen spreken in tongentaal, wat jij van ja, de helft hebt? Dat zijn dingen waarvan ik denk van... Hé, daar heeft hij misschien wat meer onderwijzing nodig. Misschien staat hij ervoor open maar om hierover te praten. Keurt hem dat niet af als apostel? Ik heb hem nog niet op dat niveau een gesprek met hem gehad. Dus ik weet niet hoe hij hierin staat. Misschien weet hij het helemaal niet. Ik kan hem niet judgen. Nee. Maar iemand als een... Wat Jones, even luister eerlijk gewoon. Kijk. Of hij het weet of niet weet... Ja. Hij kan toch geen apostel zijn? Kijk, als hij onwetend is, oké, dan moeten jullie hem aanspreken. Als hij weet, wat mij heel raar lijkt, want hij leidt gewoon een kerk. Weet je, hij is een shepherd. Ja. Een pastor. En hij zegt, hij is een apostel, hij is gestuurd. En ja. Wat doet hij? Hij laat vrouwen prediken, wat tegen Paulus in gaat. En hij laat mensen praten in die brabbeltaal, wat jij van de hel vindt. Ja. Dan kan hij sowieso, hij kan een goede broeder zijn, maar ja. Hij kan toch geen apostel zijn. Want ik heb hier een video van Oswald en ik wil de vraag kijken. Speel maar af. Speel het af. Ik zie wat betekent. Ik weet niet als de profeten zo snel zijn om wat te krijgen. Maar het zou fijn zijn als de profeten ook nog iets voor de mensen kunnen krijgen. Ja, ze bent u gekomen voor genezing. Ze bent u gekomen voor iets anders. Ja, dus je gaat de profeten vragen om even met u te bidden. En daarna gaan alle leiders hier staan. Want misschien bent u gekomen voor genezing en ik weet niet wat. Ja? Oké, wacht, ik spoel even door. Maar het punt is... Hij is in de... Waarom lach je? Het is jouw kerk. Dus, geen kerk, is niet er zijn, kerk. Ik heb Nee, maar apostel Oswald zegt, er zijn dus profeten in zijn kerk aanwezig. Ja, hij gelooft en dat. Mijn... Hij gelooft. Heel sterk. Geloof jij dat ook? Geloof jij dat in ook? Zijn... Nee, ik geloof niet dat in zijn kerk profeten zijn. Oké, maar als dit profeten zijn, dan... moeten hun woorden, moeten toch eigenlijk
in de Bijbel wordt opgenomen. Want ja, is het gewoon, ja, als Jesaja, weet je, of Jeremia, dat is gewoon, ja, Revelation, weet je. Geloof je dat alle woorden van God zijn opgeschreven? Nee, dat niet, maar deze profeten, nou, als hun, als ze, kijk, bijvoorbeeld deze profeten gaan nu wat zeggen. Ja. En hun boodschap... Speel het af wat ze gaan zeggen, speel het af. Oké, wel. Ik ben benieuwd. Maar de profeten, we hebben 10 minuten. Abrupto saai, we hebben 10 minuten. Tu prendes sinti brando saai, katumba a cabretes, le brutus leik rahas giflig, babu benesos, le bregeti, ikrabanto so probia toronobo saai. Heb je het gehoord? Dat is een boodschap. Dat moet je opschrijven. Kijk, dat zijn een van de dingen. Dit is holy scripture eigenlijk. Kijk, dit zijn die. Ja, jij zegt dat. Volgens Apostel Oswald zou dit holy scripture moeten zijn. Dit zijn dus die knobbels binnen de volle evangeliebeweging, binnen de Pentecostal Church. Dit zijn die knobbels, weet je, want iedereen kan nu in principe ja, een profeet of apostel zijn en maar wat roepen. Maar ik zeg je, ik geloof dat niet. Waarom niet? Omdat het gewoon hartstikke gevaarlijk is om te zeggen van, hé, laten de profeten opstaan en jullie hebben 10 minuten. Jullie hebben 10 minuten om te spreken. Kijk, ik geloof dat niet. En dat zeg ik je. Ik durf daar eerlijk voor op over te komen. Van, hé, dit soort dingen, ja, daar moet je gewoon mee uitkijken, weet je. Dat is gewoon niet, dat is niet goed. Maar kijk, hij liet de profeet spreken en je hoorde de boodschap van de profeet. Nou, ik weet niet of het eerst in tongen was. Misschien ging hij het vertalen daarna. Nee, het is niet vertaald. Daarna was gewoon muziekje af. Maar, maar zeg je nu dat dit dan een valse profeet was? Die tong, want jij zegt die tongentaal komt regelrecht uit de hel. Die brabbeltaal. Ik geloof niet dat het, nou ja, bij Petrus werd ook gezegd, gaat weg achter mij, Satan, weet je. Het is maar net hoe je het interpreteert. Ik geloof niet dat deze tongen van God is. Ja, maar is er dan een valse profeet? Ik zeg, het komt regelrecht uit de hel. Maar ja, ook ik kan het misvatten. Misschien is het gewoon die persoon die iemand anders nadoet. Bij wijze van, snap je? Nee, maar kijk, ik zie dat je jezelf gaat bijstellen nu. Omdat het, weet je, nu Oswald en zijn. Nee, maar kijk. Je mag die dingen afspelen. Het staat daar publiek. Publiekelijk kan je het afluisteren via YouTube. Dan moet je het gewoon kunnen afspelen overal. Moet geen geheim zijn. En als jij mij hier vragen over stelt, wil ik je graag beantwoorden. Ja, maar kijk, luister. Je hebt gezegd, die tongentaal komt regelrecht om de hel. Dat is niet van God. Dat is wat ik geloof, ja. Ja. En je hebt zo, ik heb je ook gevraagd. Je zegt, hey, ik weet dat dit is 100% van de hel. Weet je? Toen ik je vroeg over die meisje, dat ze zo ging praten. En toen zei jij, ja, dat was het vorige gesprek. Maakt niet uit. Kijk, mijn vraag is, deze mensen claimen profeten te zijn. En ze doen deze valse taal uitspreken, die echt geen taal is. Vrije keuze. Ja, ze maar dan is het toch een valse profeet? Dat zeg jij. Jij maakt het ervan. Maar wat voor conclusie kan je anders trekken dan? Er kunnen valse profeten zijn, ja. Maar ik durf dat niet te zeggen bij iedereen. Dat kan ik niet zeggen, want ik heb ze niet allemaal getoetst, generaal. Kom op, man. Ja, het is gewoon omdat je zacht wilt zijn voor Oswald en zijn kerk. Daarom nee, zeg je het niet. Het is gewoon mijn broeder, weet je, en ik ken hem, ja, ik respecteer dat hij zichzelf, ja,
herder noemt, omdat hij toch een beetje verantwoordelijk is en dat mensen in zijn kerk tot bekering komen. Ja, ik vind dat toch wel een Gods werk. Ik zie dat zeker als Gods werk. Dat hij bijbelstudies geeft aan mensen. Ja, en gewoon dat hij fellowships heeft om... Maar oké, okay, kijk, kijk. Dat mensen gewoon welkom zijn. Jules, kijk. Joyce Meyer, Joel Osteen, Benny Hinn, Creflo Dollar. Ja. Hun doen dat ook. En hun hebben nog veel meer mensen bereikt. Hun ja. hebben nog grotere megakerken. Ja, maar bij hun... Vind je hun ook apostelen? Bij hun zie je... Kijk, luister. Het is niet omdat ik iemand apostel is. Gewoon omdat hij zichzelf die titel toe-eigent. Dat ik zoiets heb van... zal ik hem zo noemen of niet? Het liefst niet. Maar je wilt niet onbeleefd zijn of wat dan ook, weet je. Dus dan noem ik hem maar pastor of apostel of weet je. Maar ja, de vraag dus is, wat betekent, het om apostel te zijn? Wat is dat? Wat betekent een apostel? Ja, kijk, bijbels gezien heb je dan een autoritaire positie voor de kerk, weet je. Je bent door God gestuurd om de boodschap te verkondigen. Dat is een autoritaire positie. Bijbels gezien is dat het. Gewoon in het oud Latijns, zeg maar, of Grieks. Dan is het gewoon iemand die gestuurd is. Maar ja, dan kan iedereen apostel zijn. Dan kan de postbode zelfs een apostel zijn. Nee, kijk. Als je het echt hebt over iemand die een autoritaire positie heeft in de kerk. En mensen leidt en begeleidt naar de Heer. En ze wast met het woord, om het even zo te zeggen. Ja, dan heb ik er geen problemen mee. En weet je, zoveel mogelijk dicht bij de waarheid komt. Kijk, in elke kerk zal er wel iemand zijn die... verkeerde leer geeft, weet je. Je zou je ook in de Oost-Orthodoxe kerk hebben, of in de katholieke kerk, of weet je, je zal ongetwijfeld dingen hebben leerd dat niet overeenkomt met Gods woord. Of handelingen die daar plaatsvinden. Maar dan meteen te zeggen van, hey, dat is een valse apostel, of een valse profeet. Ja, ik ben daar voorzichtig mee, weet je. Vooral als ik zie, weet je, dat mensen ook tot bekering komen daar. En, weet je, hun leven... Maar waarom zie ik, weet je, bij alle andere groepjes en kerkjes, dan zag je gelijk, weet je, Limani is een valse leraar. En Gino Jennings is een valse profeet. En Ricky Rack is een valse apostel. Ja, en dan waarom bij ik dat zeg? Oostgewoon, je hebt geen... Jouw dinges, je meet niet met gelijke mate. Luister. Iemand als een apostel... iemand als een apostel hart of pastor hart... die erkent Jezus als God. Weet je, en... als je Jezus niet erkent, als je de Zoon niet erkent en de Vader of de Zoon niet erkent, erken je de Vader ook niet. Dus dat, persoonlijk vind ik dat toch wel hoog liggen qua leer. Als jij zegt van, Jezus is gewoon een mens, dan kan je gewoon het boek dicht doen. Je gaat naar je tuin. Je graaft een gat en gaat daarin liggen en wachten tot je dood bent. Want je gaat het niet halen. Als jij zegt van Jezus is gewoon een mens van vlees en bloed. Hij is niks goddelijks aan hem. Bro, dan ben je klaar. Want dan ben je basically een atheïst. Je bent gewoon een atheïst, bro. Je leest, je doet de Bijbel open, ja, oké.
Maar je leeft eigenlijk met de destiny van, hé, hey, je gaat naar de hel, want je gelooft niet in de dus schepping. Dan kan je, okay. Wacht, ik ben nog niet klaar. Dan kan je gaan klagen van, ja, apostel, haar leert mensen spreken in tongentaal. En kijk, hij kan het gewoon misvatten. Maar dat je de zoon niet erkent als God zijnde, bro, daar kan je geen, net als bijvoorbeeld de Heilige Geest willen beledigen of zo. Kijk, dat is klaar. Sommige ja, maar ik zeg, je meet niet, ik zeg, je meet niet met gelijke mate. Je toont het, kijk, je zegt, apostel Oswald kan iets misvatten. Oké? Okay? Hij kan verkeerde leer onbewust verkondigen. Als ik dat zeg over apostel Paulus, dan is het, oh, nee, Paulus is onfeilbaar. Heb ik gezegd, hij is onfeilbaar. Hij is gewoon een mens en maakt een Ik zeg, zo doen jullie dat, zo gedragen. Als ik zeg, Paulus had het mis met vrouwen moeten zwijgen, bijvoorbeeld. Zeg je, nee, kan niet. Dit is scripture, holy scripture. Ik sta er heel erg sterk in dat vrouwen moeten zwijgen als het gaat om lering geven. Ja. Wie heeft, luister, hoe ga jij kiezen wie gelijk heeft? We hebben apostelen. Ik zit niet meer in die kerk van apostel Hart. Ik zit daar niet meer. Ja, maar je zit ook niet in de kerk van Paulus. Wacht even. In die kerk waar ik zat, die laatste kerk waar ik zat in Almere, de Steiger, daar hadden ze heel veel problemen met mij. Omdat ik zoiets had van, hé, er worden dingen verkondigd die scripture-wise niet kloppen. Te beginnen over hun gedrag. Dus ik ben keihard met ze erin gegaan. Maar ik zit niet daar. Als ik bij apostel Hart zou zitten, zou het anders zijn. En ja, het zijn nog steeds mijn broeders. En geven verkeerde lering door. Hierin. Ja, maar dat... Alles. Toen, niet... Dat zeg ik... Dat, ik zeg ook over Paulus, het is een broeder. Ik zie Paulus als een broeder. Je zit niet in zijn kerk. Weet je, het is al in het verleden. En ik zeg ook, ja, Paulus is een broeder. Maar hij kan ook dingen verkeerd hebben. Ja, dus dan ga ik jou de vraag stellen. Is Paulus dan, heeft hij onwaarheden gezet in de Bijbel? Want jij noemt onwaarheden geen leugens, toch? Nou, jij noemt apostel Oswald ook geen leugenaar, toch? Ja. Dit is scripture. Dat wat apostel Hart zegt, dat erken ik niet als scripture. Maar waarom? Hij is toch een apostel? Hij zegt dat. Hij noemt zich zo. Dus is hij dan wel? Is hij wel of geen apostel? Dan moeten we wel. Ik geloof van niet, persoonlijk. Ik geloof dat. Ja, dan is hij een valse. Ik geloof dat dan niet. Is hij een... Ik geloof dat niet. Dan is hij. Maar om dan is hij een valse apostel. Ja, ik vind dat een beetje scherp. Want valse apostelen die. Ja, die gaan gewoon echt. Als je ziet wat ze doen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een Ricky. Ja, dat is echt super vals. Je kijkt ook naar de vrucht. Wat hij levert. Je kijkt ook naar de vrucht. Je kijkt niet alleen naar één ding. Dat is het hele ding. Ik kijk niet alleen naar ja, maar ding. Benny Hinn is ook heel lief. Maar het gaat niet om of iemand lief is of charismatisch. Het gaat erom wat hij verkondigt of dat overeenkomt met de profeten en de Torah. Niet alles, niet alles, niet alles. Dat zeg ik toch? Je hebt net een video, een mooie video liedje afspelen. Waar hij aangaf dat die profeten maar 10 minuten hebben. Kill, dat kan ik niet accepteren gewoon.
Ik kan dat niet accepteren. Dat een profeet 10 minuten heeft. Dat gooi ik regelrecht in de prullenbak. Sorry. Sorry hoor. Ik kan dat niet accepteren. Maar dat is het. Ik durf daar gewoon tegenin te gaan. En jou gewoon eerlijk te zeggen van... Hé, ik ben blij. En je moet me ook even die video sturen. Want dan kan ik het helemaal luisteren. En als ik iemand spreek van... de Rotskerk. En dan ga ik ze ook vragen van... Hé, Vakka. Profeten hebben 10 minuten nu om te spreken. Weet je, ik durf daar ook gewoon heel eerlijk in te zijn. Oké, Jones. Je hebt je hele verhaal uitgelegd. Ik vind dat je met twee maten mee, dat je verschillende dat standaarden mag, dat hebt. Mag, dat mag. En ik snap dat, want je hebt een hechte band gehad met die mensen. Dus ik snap dat ook. Maar het is wat het is. Ik bedank je voor je tijd en je openhartigheid. Heb je geen vragen meer? Nee. Zo, oké, maar wacht even. Ik wil wel even een soort van, niet een recap, maar wel een reverse look-up. Oké, wat ik zeg, ik ga niet gelijk zeggen dat Apostel Hart een valse apostel is, om de dingen die hij leert... die komen niet overeen met de Bijbel en zo. Toch? Nou ja, je wilt het beestje niet bij de naam noemen. Omdat je hechte band hebt, dat heb je aangegeven. Nee, niet zo. Maar je zegt wel dat... Ja, hij is... Hij verkondigt van geleerd. En, weet je? Dingen die eigenlijk gewoon van de hel zijn. Mm-hmm. Ja, die laat hij daar manifesteren. Dus. Nou ja, dingen die van de... Ja. Ik zeg dat, hè? Ja, dat zeg jij, ja. Dat is jouw observatie. Ik zeg van... Die spreken in tongen. Ik zeg, ja, dat is van de hel. Dat is wat ik geloof. Weet je? En dat nogmaals... Ik kan het niet... Het kan net zo goed die persoon zelf zijn. Die zelf denkt van... Hey, ik voel in mijn binnenste dat ik in tongen moet spreken... En dat hij gewoon bla 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 bla, zoals jij vaak doet hier op club als bla bla bla. Ja, dat ze dat ook doen. Snap je? Maar mm-hmm. Ben je niet bang dat dat iemand boos wordt op jou dan? Want ja, je hebt ook replay aan. Nee, je mag het posten. Mag ik dit op YouTube zetten? Ja. Ik hoop dat ik al je vragen heb beantwoord. Ik zag ook dat je daar tiendes moet betalen. Als je dit bent. ik vind dat ook zo. Ja, is dat niet een beetje doekoe-achtig? Nou, het is een gebod in de Bijbel, toch? Nee, ja, dat is in het Oude Testament voor de levieten die geen grond hadden gehad. Hè? Heb jij geen, volg jij geen Oude Testamentische wetten? Ja, toch? Ja, maar de levieten, we kunnen toch niet aan de levieten geld geven? En het was geld vanuit de andere 11 stammen. Ja, en er worden ook, luister, binnen de... We hebben toch geen grond gehad? Binnen de Pinksterbeweging, moet je per se grond hebben? Ja, dat is, God heeft die 11 stammen grond gegeven. Ja. En hij heeft gezegd aan die 12e stam... Begon een tiende niet al bij Abraham? Nee, dat was niet de tiende zoals wat ze nu in die kerken van mensen af... Nee, weet ik. Vragen. Nu heb je het in euro's of dollars of yen of weet ik veel. Maar... Tiende is wel een Bijbels concept, toch? Mee eens of niet? En dat je dat moet geven. Of dat je dat woord geeft. Ja, tiende van wat God jou gegeven heeft. Ja. Daar moet je 10% van. En precies zo geloven zij. Ja. Precies zo geloven zij dat de tiende nog uitgevoerd kan worden. Ik geloof dat niet. Maar zij geloven dat. En ja, nou ja, dat moeten ze zelf weten. Ik sta daar in ieder geval niet voor. Nee, maar je verdedigt dat wel. Wat verdedig ik? Ja, dat het... Het is toch gewoon een valse leer?
is toch duidelijk? De tiende was Fascinerend. bedoeld voor een groep mensen die geen bezitting eigenlijk had, grondbezitting. Dus die konden geen eigen fruit, eigen groentes, eigen vee. Die konden dat niet, want zij hadden als taak om voor de tempel te zorgen. Ja, maar wij leven niet meer in die tijd. Dus de kerk ja, zet het nu om in valuta. Ze zetten het om in, weet je, het betalen van een kerkgebouw. Dat is wat ze doen. Ze zetten het om in die dingen. De dingen die ze vandaag de dag, en dat zien ze dan, het gebouw zien ze dan als een soort stuk grond. En dat moet betaald worden. En ja, dat is het reglement bij hun. Ik geloof dat niet. Maar ja, als zij dat zo op die manier willen geloven en uitvoeren, ja, ik zeg niet meteen nee, dat het het satanist, ik zeg niet meteen dat het satanistisch is. Ja, maar het is wel misbruik maken voor, met als doel zelfverrijking. Dat Waarom zie je bij zie je het als misbruik? Omdat die tienden was niet bedoeld om de levieten rijker te maken. Maar in welke kerken vind je, waar ik naartoe ging of ga, vind je dat zij dat wel doen dan? Wat gebeurt er met het geld? Die Het tiende. wordt gezet in het gebouw. Dus dat er stoelen, weet je, plekken zijn, dat de huur betaald wordt of de hypotheek. Dat mensen, weet je, eten kunnen halen om te koken voor de mensen. Dat er spijzen zijn in Gods huis. Dus Oswald profiteert niet van die tienden die binnenkomen. Hij profiteert? Hoe bedoel je hij profiteert? Oh, dat nou hij ja, er geld uithaalt. Dat hij er Weet geld ik niet, man. Uithaalt Weet ik niet. voor Kijk, zijn vrouw is een arts. Ze zei, voor luxus. Hij is zelf een leraar geweest vroeger. En zijn vrouw is arts. En zijn kinderen hebben gewoon een hoge positie. Ook binnen de Tweede Kamer. Dus van zichzelf verdienen ze al geld. Ja, maar als je meer geld kan pakken. Sommige mensen ja, zijn. Ja, maar daar ga je, kijk, van, Jezus, daar ga je Jezus vanuit. Zegt, wacht even, generaal, daar ga je vanuit. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Want nu ga je hem veroordelen op iets wat hij misschien helemaal niet doet. Nee, ik vraag het. Gebruikt hij het geld ook om luxe middelen aan te schaffen voor zichzelf? Dat weet ik toch niet. Ik ben in zijn huis geweest. Prachtig huis. Ik geloof dat hij dat gewoon uit zichzelf heeft gekocht. Hij heeft een dikke auto. Nou, zijn vrouw heeft het voor hem gekocht. Ja, dat is, dan is het heel raar dat je dan tiendes gaat vragen. Want tiendes, oké, ja. Tiendes, luister, nog een keer. De tiendes, in hoeverre ik het weet, toen ik daar ging, werd het gebruikt om de huur te betalen. Om bijvoorbeeld, om spijzen te kopen. Om het gebouw te bekleden. Weet je, stoelen, tafels, et cetera. Misschien werden er mensen ingehuurd voor bepaalde dingen, dat ze die mensen kunnen betalen. Ja, dat gebeurt, man. Mm-hmm. Dat nee, gebeurt. Is goed, jongens. Dat was gewoon een kleine side note wat ik zag. Maar maakt niet uit, man. Ik ga ook nog aan doen. Is cool, man. Rustig aan. Jezus, God is goed en zeer te prijzen. Halleluja. Mantaria la vacasania caso. Kandu mantalia kadabagazabate mantalia. Tuzika kuvantus elevrindis savrandos. Levreketus ravanta akivrindos. Umba akavren. Ay, 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 ay,